Hallo en welkom bij deze nieuwe aflevering waarin we het gaan hebben over de vocal mist. Misschien vraag je je wel af wat dit juist is, hoe je dit allemaal gebruikt. Wel, in deze aflevering gaan we er stap voor stap doorlopen, zodat je exact weet hoe dat je het beste voor jouw stem kunt gaan zorgen, zonder het zelf te moeten uitzoeken en hoe dat je het meeste resultaat uit dit klein machientje kunt gaan halen. Laten we erin vliegen. Zangles met Maggie.be. Hey, mijn naam is Maggie en ik help gepassioneerde zangers net zoals jou het beste uit zichzelf halen dankzij het zingen. En in deze afleveringen krijg je tips, technieken, tools, inzichten over het zingen om jouw zangvaardigheden naar een hoger niveau te kunnen gaan tillen. Dus laten we eens kijken wat dit dingetje hier is, de vocal mist. Nu, als je op de podcast aan het luisteren bent, dan zie je natuurlijk niet wat ik nu in de camera aan het tonen ben. Je kan altijd op ons YouTube-kanaal gaan verwijzen naar de beelden. Maar dus de vocal mist is een nebulizer. En we kunnen nog uren spreken over het verschil tussen een nebulizer of het stomen. Want dat is ook iets dat je kan gaan doen om jouw stem te gaan hydrateren. Vandaag wil ik vooral back to the basics gaan en jou het grote voordeel van de twee meegeven. Dus het idee van de vocal mist is dat we gaan werken aan hydratatie. Daar komt het op neer. En hydratatie helpt ervoor dat je stem heel ontspannen aanvoelt, dat je stem heel gesmeerd klinkt en heel flexibel aanvoelt. Dus dat is een geweldige manier om je stem te gaan verzorgen en onderhouden. Nu, het grote verschil tussen een nebulizer en het stomen is dat we ten eerste bij het stomen werken met hitte. Bij nebulizer werken we met koudheid. Dat is koud. Bij het stomen gaan we werken met water. Bij nebulizing gaan we werken met, hoe noem je dat? Sodium. Wat staat er hier? Isotonic saline. Maar het is dus saline. Om het even duidelijk te maken, dat is de natuurlijke vloeistof dat eigenlijk al aanwezig is in je lijf. Dus wanneer dat je bijvoorbeeld een operatie gaat hebben of zo en ze moeten iets uitspoelen, gaan ze die saline solution gaan gebruiken. En dat is wat dat we ook gaan gebruiken in onze vocal mist. Dat is de vloeistof die van nature al aanwezig is op de stembanden. Het enige wat we doen met je nebulizer is eigenlijk een boost geven en extra van de natuurlijke vloeistof eraan toe gaan voegen. Nu, wanneer dat je gaat stomen, de meest simpele manier om te stomen is gewoon om een kommetje te nemen, daar kokend water in te gieten en dan met een handdoek over je hoofd erboven te gaan hangen en door je mond dan te gaan inhaleren. Dat zorgt ervoor dat je die kleine druppeltjes water naar binnen laat komen, zeg maar, en dat die dan rechtstreeks op jouw stembanden terechtkomen. Nu, die druppeltjes water, die zijn een beetje dikker dan wat dat je met zo'n nebulizer gaat krijgen. Dus het verschil naast warmte en koud is ook de druppelgrootte. Bij het stomen zijn de druppeltjes wat groter. Bij het nebulizen of het vernevelen in het Nederlands zijn de druppeltjes wat kleiner, waardoor ze meer kans hebben om direct op de stembanden terecht te komen. Dus ik zeg niet dat één manier beter is dan de andere, helemaal niet. Mijn voorkeur gaat bijvoorbeeld naar het vernevelen 's ochtends en dan het stomen 's avonds, omdat stomen is warm. Dat doet ook heel veel deugd aan de keel en alle spieren daar rond. Terwijl het vernevelen, dat zorgt ervoor dat mijn stem ineens veel soepeler bijvoorbeeld gaat aanvoelen. Dus je moet voor jezelf gaan uitzoeken en uitvoelen van oké, wat past er het beste bij mij en bij mijn stemroutine? Waar heb ik nood aan? Dus dat is een beetje waarvoor die vernevelaar gebruikt wordt. En hoe, daar komen we zeker nog wel aan. Maar vooral wat het grote verschil is tussen stomen en vernevelen. En de reden waarom dit werkt, is omdat we de natuurlijke vloeistof dat al in onze stem aanwezig is, die saline, gaan we eigenlijk gaan een boost geven. Dat is waarom het zo
interessant is om mee aan de slag te gaan. Nu, als dit voor jou al geweldige informatie was, vergeet dan zeker niet om je te abonneren op dit kanaal, deze video een like te geven. En als je helemaal mee bent in de filosofie van vernevelen of stomen of stemhygiëne, laten we dan verder gaan, want het belangrijkste komt er eigenlijk nog aan. En dat is heel het verhaal van, oké, hoe kan ik dat nu gaan gebruiken? Dus de eerste vraag is, oké, wanneer gebruik ik die? En zoals ik al zei, ik vind het fijn om daar 's ochtends mee op te staan en 's avonds ga ik bijvoorbeeld stomen. Je kan ook kiezen om 3 keer per dag te gaan vernevelen of 4 keer per dag te gaan vernevelen. Voel aan wat voor jou genoeg is. En te veel kan je het eigenlijk niet echt doen, volgens mij. Wat ik wel zou aanraden, is dat je na het vernevelen een stempauze neemt van 10 minuten. Zodat je echt die, laten we zeggen, hydratatiesessie kunt laten integreren in jouw stem. Dus we vernevelen voor 10 minuten en we zwijgen voor 10 minuten. En dan kan je beginnen aan jouw stemactiviteiten, wat dat ook mag zijn. Ik vind het persoonlijk fijn om te vernevelen voor mijn stemopwarming. Maar je kan ook vernevelen na jouw stemopwarming. Dus het is echt aan jou om te kijken van wat past er het beste bij mij en mijn stem. Want elke stem is uniek, elke persoon is uniek. Dus, hoe gebeurt dat juist? Wel, wanneer je de vocal mist ontvangt, ga je dus ten eerste het machientje zelf krijgen. Dat komt in een leuk schattig doekje zo. En daarin heb je ook een kabel om die op te laden, want dat werkt op een batterij. En je kan de kabel dus hierachter insteken. Dat is een USB-kabel. Ik steek hem hier gewoon in mijn computer in. Maar je kan hem ook in eender welke stopcontact steken. Dus dat is om hem op te laden. En hij moet ongeveer een uurtje opladen, volgens mij, om volledig vol te zijn. En het komt met verschillende mondstukken. Nu, ik moet eerlijk toegeven, ik ben het masker eventjes kwijt. Ik weet zeker dat het hier ergens moet liggen, maar ik gebruik dat masker eigenlijk nooit. Het masker gaat zowel je neus bedekken als je mond. Ik gebruik die nooit. Ik vind het fijn, dus dat choppeke mag je er dan afhalen, om dit mondstuk te gaan gebruiken. En dat mondstuk, dat kan je er gewoon opzetten en dan direct in je mond zetten. En dat zorgt ervoor, naar mijn mening, bij mij voelt het alsof ik dan nog meer kans heb om die druppeltjes saline direct op mijn stem te krijgen. Want via de mond is de kortste weg naar de stembanden, niet via de neus. Vandaar dat ik dat masker, ik ben daar niet zo'n fan van, maar ieder zijn ding, hè. Aan jou om te kijken wat past er het beste voor jou. Dus dat is mijn setup. Nu, hoe gaan we aan de slag? Het is heel simpel. Je doet dat tjoepeken hier open en daar kan je dan vloeistof insteken. Zoals ik al zei, we gaan niet werken met water. Als je hier water insteekt, ga je het eigenlijk kapot kunnen maken. Want daar is een membraan die ervoor zorgt dat het kan vernevelen. En water gaat dat eigenlijk kapot maken. Wat we wel willen, dat is die saline solution. 0,9%. En dat krijg je er eigenlijk bij. Dat ziet er zo uit. Zij noemen dat de hydration formula. Maar je kan dat dus ook gewoon in de apotheek gaan kopen. En je kan, dan krijg je zo allerlei kleine porties. Dit kan je ook, dus je kunt dat bij Vocal Mist zelf bestellen. Je kunt dat ook bij de apotheek bestellen. Maar dus, hoe ga je te werk? Wel heel simpel. Je neemt een van die flesjes. Je kunt dat er normaal makkelijk afkrijgen. En voilà, je kan dan het topseltje eraf doen. Dat mag dan nadien in de vuilbak. En heel simpel, we gaan dat gewoon hierin gaan steken. En normaal gezien is 1 flesje zo net genoeg voor 1 stoomsessie of vernevelsessie. Dit sluit ik weer af. Er zit ook een timer op dit toestel van 10 minuten. Dus na 10 minuten gaat hij automatisch stoppen en normaal gezien ga je ook merken dat je vloeistof dan ook op is. En als je dan dit naar beneden duwt en hier op start klikt, merk je dat de verneveling begint. Zie je? En heel simpel is dat je dat dan gewoon in je mond steekt en rustig in en uit ademt. In- en uitademen via de mond natuurlijk. Hè. Dat moet ik wel even
gaan zeggen. Best hou je hem ook zo recht mogelijk, want dat gaat het beste resultaat geven. Dus heel diep in- en uitademen, zien dat je niet hyperventileert, dus activeer je middenriefademhaling. En dat zorgt ervoor dat je dus meer kans hebt dat die druppeltjes rechtstreeks op je stem terechtkomen. Dat is hoe dat je die vocal mist kunt gaan gebruiken. Ik vind dat een geweldige tool. Ik herinner mij na mijn stemoperatie mocht ik naar een conferentie in LA. Dus dat was een vlucht van 11 uur. En ik moest van de dokter om de 2 uur blijven vernevelen. Om dat te blijven hydrateren. Vooral in het vliegtuig, omdat daar alles zo heel, heel droog is. En ik had dat gewoon mee in mijn sacoche. Dat is super klein, super praktisch eigenlijk. En om de 2 uur ging ik dan vernevelen. Nu, vraag wel toestemming voordat je dat doet, hè, want elektronische sigaretten en zo zijn niet toegestaan op een vliegtuig, dus het was belangrijk om eerst toestemming te vragen. Ik had ook een papier van mijn dokter. Maar ik vind het geweldig ook als je veel reist, als je iemand bent die reist en je bent in omgevingen waar heel veel airco bijvoorbeeld aanwezig is, ja, dat droogt de stembanden uit. En even 10 minuten op je dag kunnen vernevelen, dat maakt het grote verschil. Heel veel professionele zangers gebruiken dat ook net voor een optreden bijvoorbeeld, om alles te gaan hydrateren. Mocht je interesse hebben trouwens in die vocal mist, ik zal er naar linken in de beschrijving hieronder. Maar dit is nog maar het begin. Want stel dat je enkel aan jouw stemhygiëne werkt, en daarmee bedoel ik vernevelen met bijvoorbeeld een tool zoals de vocal mist, of stomen, of bepaalde strottenhoofdmassages doen. Dat is voor mij allemaal onder de koepel van stemhygiëne. Als je enkel daarop focust, gaat dat jou niet per se een betere zanger maken. Wat gaat jou wel een betere zanger maken? De combinatie van een goede stemhygiëne met zangtechniek. Zangtechniek is jouw stem op de juiste manier leren gebruiken. Dus niet gaan duwen op de stem, niet gaan roepen, je stem niet gaan forceren, al die zaken. Dat kan je gaan vermijden door aan de juiste zangtechniek te werken. En zangtechniek in combinatie met een mooie stemhygiëne, dat is waar de magie gaat gebeuren. De belangrijkste zangtechniek, dat is naar mijn mening mixed voice. Want dat zorgt ervoor dat je stemvrijheid kunt gaan ervaren. Hoge noten, lage noten, alle noten daartussen. Er is zoveel te ontdekken. En ik heb een aflevering helemaal over mixed voice samengesteld, zodat we deze conversatie daar kunnen verder brengen. Dus ik nodig je uit om na deze aflevering van vandaag verder te gaan met die aflevering. Ik link ernaar in de video, in de beschrijving hieronder. Want die gaat jou alles meegeven om zangtechnisch ook sterk in jouw schoenen te gaan staan. Zangtechniek samen met een goede stemhygiëne, dat is de sweet spot voor elke zanger. Dus ik zie je heel graag in die volgende aflevering. Ik wil je heel graag bedanken om hier vandaag aanwezig te zijn geweest. En heel graag tot volgende week. Daag! Zang en leer!